Voor de C-jeugd is er ook een avondprogramma. Bestaat uit allereerst natuurlijk wachten tot het donker wordt met een ijs. Daarna het smokkelspel. Voorwerpen verdienen door opdrachten uit te voeren en die goed bij je houden, anders pakt de douane die voorwerpen weer af. Het is eigenlijk de bedoeling dat je in één keer het hele bekertje leeg krijgt. Ja, in één keer zo. Dat moet in één keer leeg, hè? Oké. Ja, die mama wil me schrijven. Dit is het eerste voorwerp dat je krijgt. Jullie moeten een zo hoog mogelijke toren zelf bouwen. Hallo, zo is meet gewoon nou gauw. Ja, meet gewoon. Ja? Zijn. Hey, je moet je gewoon aan. Dan schoen. Hallo, paard. Hallo. Waarom heb je geen bel op je paard? Steken of bijten kwallen? Steken. Nee, dat niet groeven. Het is een gezichtje. Spieren aan één arm. Oh, dat is een vorm van een klep. Wat is op mijn kop daarvan? Was dat gisteren? Het bordje gevallen. Jullie jou in het water gooien? Het bordje gevallen. Oh. Ja, jij gooide mij erin. Ja. Nee, dus wij komen de buurt vanaf. Nee, ik heb maar wel heel. Stop, ik heb een Wat spullen hebben jullie allemaal? Ik heb een keidom. Boom. En ik heb een Mickey Do. We kunnen een spel doen. Dit is de joker. Een hondenhand. Hoe ga je die wegsmokkelen? Dat is bijna niet te doen natuurlijk. Nee, dit is moeilijker. Ik weet, maar deze kun je pas nee, gewoon aandoen. Ja, die past op mijn kont. Geboren handelaar Jacques ruilt spullen in voor waardevolle ducaten die natuurlijk veel gemakkelijker voor bij de douane te smokkelen zijn. Gevaarlijke laars, doe maar even deze uit. Deze. Yes. Heb je het? Yes! Yo! Rush! Nee, rust aan toe, pijn open! Kijk! Ik heb niks gevonden. Ik heb een volle vuilniszak. Ik heb dus niks gevonden. Helemaal niks. En Jessica, maar één ding. Ik heb op dieren heb ik ze allemaal laten springen. Als je ziet, ik wou geen douanebeambten. We hebben één ding gevonden. Er kwam een groepje tegen en die hadden een kegel. Ik had een kegel in mijn schoen. En ik moest mijn schoen uitdoen. En hebben ze gekeken en ze hebben het niet gezien. Met z'n allen naar de bossen bij de Pierberg. Het lijkt erop alsof iedereen elkaar gewoon achterna zit, maar er zijn wel degelijk spelregels. Nou, we moesten iemand zoeken en dan moesten we een handtekening krijgen. En dan was je vrij. En waar het tik is en als je die weg tikt, dan moest je een nieuw kaartje gaan halen. Let op! Robin Duck Cruise away! Gaat weg! En hoe doet jullie groep het? Goed. Zijn jullie al tikker geweest of alleen nog maar verzamelaar van kaartjes? Ja, allebei. En als tikker, deed je het goed? Ja, als de beste. We waren gewoon de beste van vandaag. Ik had er twee, maar... Ik had er twee. Maar alles bij elkaar hadden we er vier. Vier. Wat ga je nou doen de volgende ronde? Ik weet het niet.
Wat gaan we doen, Harm? Oh, we gaan een levensstratege doen. Altijd leuk. Nou, bijten. Dit is het A-programma. En waar zijn ze eigenlijk aan toe vandaag? Het A-programma is vandaag aan het knutselen. En ze maken allemaal per groep iets wat past bij het thema, dus bij Expeditie Gijssel. En dat knutselen hier, is dat voor de optocht of is er ergens anders voor? Nee, het is echt voor de optocht, maar eigenlijk ook gewoon voor het leuke als ze iets knutselen wat ze vandaag mee naar huis willen nemen om aan papa en mama te laten zien, dat kan ook. Oké, en dan zie je de A-groep, die zijn een stuk kleiner als de mensen uit de C-groepen. Maar wat is het grote verschil eigenlijk, behalve de leeftijd? Nou, de A, dat zijn echt de kleuters die hier nu draaien. En dan moet je als leiding, heb je daar veel hele andere taken bij. Je bent veel meer bezig met de kinderen in de gaten houden, met kinderen begeleiden. En met B- en C-programma, ja, die kinderen kunnen veel meer zelf. Die vinden het leuk om de zaken mee op stelte te zetten. En die leiding die vindt dat vaak ook helemaal geweldig om dat mee te doen. Dus een hele andere rol heb je dan als leider. En wat is dan eigenlijk leuker? A of de B of de C? Iedere groep heeft zijn eigen charme. De ene die vindt het gewoon veel leuker om met kleuters lekker van alles te doen. En sommigen die hebben zoiets van, ja, ik ben de kleuters nou ontgroeid. Ik wil gewoon lekker ravotten in het zwembad met mijn kinderen. En ik wil in de bossen en ik wil ze Jonassen. Hè? Dus dat kan. Net waar je voorkeur naar uitgaat, die kant kun je in. Dan kun je, als je je aanmeldt, kun je dat al aangeven. We houden wel een beetje rekening mee. Iemand die nieuw is, die komt natuurlijk niet op een C-groep. Want ja, dat is toch de forser en daar moet je van aanpakken weten. En daar moet je ook van optreden weten. Want dat is soms ook nodig, maar dat is bij de kleuters ook. Maar op een iets andere manier. Ook onderhoud hoort erbij, hè? Terwijl Jacques nog een en ander onderhoudt, is de druk bezochte vrijmarkt van Borgestel al lang aan de gang. Op meer dan 100 standplaatsen worden kubieke meters speelgoed, keukengerei en zelfs fietsen verhandeld. De traditionele afsluiting van een spannende, geslaagde en gezellige jeugdvakantieweek is natuurlijk de optocht en daarna met z'n allen op de dansvloer. First left me.